Na een inbraak in een huis in Leiden namen de inbrekers een bijzondere bruin-zwarte Audi mee. Heel vervelend als je dat overkomt, maar gelukkig, niet veel later werd die auto teruggevonden. Totaal los helaas en met een hele aparte inhoud. De Haagweg in Leiden is een belangrijke invalsweg naar het centrum van de universiteitsstad. En van de weg af is het niet te zien, maar achter de huizen aan de noordkant van de weg stroomt ook de rivier de Rijn de stad binnen. Het is hier in een huis aan de Haagweg dat in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 september inbrekers hun slag slaan. Zo tussen 1 uur in de nacht en 7:30 in de ochtend weten ze via de achterkant het huis binnen te komen. Terwijl de bewoner boven slaapt, worden beneden zijn bankpassen en rijbewijs gevonden en meegenomen. En de sleutel van zijn Audi A7 die nacht voor de deur staat geparkeerd. Ruim 3 weken later en zo'n 20 kilometer verderop. Den Haag, dinsdag 9 oktober rond 1 uur 's nachts. Besluiten 2 agenten een Audi A7 te laten stoppen voor een routinecontrole. Op het eerste gezicht mindert de bestuurder van de Audi keurig vaart. Heb je de meldkamer door waar we eruit zijn? Heb ik door de meldkamer. AB 31 nog 1 ook. De agenten zetten de achtervolging in, maar de Audi is te snel. Meldkamer 3101 met voorrang. De bestuurder begint een dollemansrit. Recht de rosse buurt van Den Haag in. Mensen moeten opzij springen om niet geraakt te worden. De dollemansrit eindigt al na 1 kilometer. Als hier op de Pletterijkade aan de rand van de Haagse rosse buurt de auto op een van de paaltjes knalt. De klap is enorm. De auto tolt 3 maal om zijn as heen. Alle airbags klappen eruit. En uiteindelijk komt hij tegen de rand van de stoep tot stilstand. En toch raakt de bestuurder niet gewond. Verschillende getuigen verklaren dat hij na de klap gevlucht is. De Haagse rosse buurt in. En daar wordt zijn vlucht ook opgenomen door bewakingscamera's. Op de Pletterijkade zien we de man eerst alleen nog op de rug. Maar even verderop in de Geleenstraat komt hij ook met zijn gezicht in beeld. En de man die we zoeken is een vermoedelijk blanke man met kort donker haar en met een slank postuur. En hij droeg die nacht donkere kleding en had onder zijn winterjas met capuchon een lichtgekleurd t-shirt aan. En we zoeken die man niet alleen omdat hij in een gestolen auto reed. Nee, er is nog een reden waarom hij niet wist hoe snel hij weg moest komen. In de auto zaten 9 van dit soort grote weekendtassen van het merk Runaway. En een aantal van die tassen zat bomvol met hennep. Nadat hij gestolen werd, is de Audi dus gebruikt door mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de hennephandel. Wie heeft die Audi A7 tussen 16 september en 9 oktober gezien? Of weet waar die toen gestaan heeft of wie erin reed? Die Audi heeft een vrij zeldzame kleur, Havana zwart, dat is zwart met een bruinige glans. En toen die gestolen werd, droeg de Audi nog het kenteken 08RXB3. Maar toen hij in de vroege ochtend van dinsdag 9 oktober tegen dat paaltje reed en die tas met hennep erin zaten, zaten er gestolen nummerborden op met het kenteken 96RHR1. En die kentekenplaten zijn gestolen in de nacht van zondag 23 op maandag 24 september vanaf de Zwelingstraat in Den Haag. Bel als u hier iets van gezien denkt te hebben. Overigens zat er behalve die tassen met hennep nog iets opvallends in de auto, namelijk deze 2 zware zogenaamde stoot. IJzers, behoorlijke grote jongens. Deze worden vooral gebruikt in de stratenmakerij en in de wegenbouw. En dan is er nog een mogelijk mooi spoor. De ochtend na de inbraak aan de Haagweg in Leiden, waar de Audi dus werd gestolen, stond er namelijk opeens een damesfiets bij het pad dat naar de achtertuinen van die huizenrij leidt. Niemand van de buurtbewoners herkende deze fiets. Die is dus vermoedelijk van de dader. Mogelijk kwam die dus op de fiets en is die met een Audi vertrokken. U ziet die fiets hier. Het is een blauw-grijze damesfiets van het merk Gazelle, type Impala, met trommelremmen en 2 zwarte fietstassen van het merk Arafura. De fiets heeft 7 versnellingen, stond op slot en er zat een stickertje op met erop de naam van Polanen Leiden. Weet u van wie die fiets is? Meld u dat dan, ook als de eigenaar niets met deze inbraak te maken heeft.
Al uw informatie over die vluchtende bestuurder van de gestolen bruine Audi 7 en over de auto zelf is natuurlijk welkom op de tiplijn 0860 70 of anoniem via M. En alle details terugkijken, dat kan via de site.